Ik ben Joey en ik ben vandaag op de faculteit Gezondheid, omdat hier speciale actie wordt gedaan voor de Nationale Studentenenquête. De Nationale Studentenenquête is een enquête van ongeveer 10 à 20 minuutjes, waarbij jij moet invullen wat je van de opleiding vindt. En hier hebben de toekomstige studiekiezers iets aan, want die kunnen aan de resultaten zien van de Nationale Studentenenquête hoe hoog jouw opleiding scoort. Verder is het ook de bedoeling dat bij de Nationale Studentenenquête het onderwijs wordt verbeterd, dus jij kan eerlijk je mening geven en daarbij help je jezelf alleen maar mee. Voorgaande jaren is bijvoorbeeld vaak gezegd dat er te weinig studieplekken zijn. En daar hebben ze iets mee gedaan. Ze hebben namelijk meer studieplekken geregeld. Ook werd veel geklaagd over de roosters en daar hebben ze ook aan gewerkt. En als je nou de Nationale Studentenenquête invult, maak je kans op een reischeck ter waarde van 2000 euro. Wat hè? Ook maak je nog kans op 400 euro of een bol.com. Bol.com. Nou, we staan hier bij faculteit Gezondheid en we staan met croissantjes om op een hele positieve manier studenten te benaderen. Om ze te herinneren dat de studentenenquête ingevuld moet worden. Want het is natuurlijk belangrijk om feedback te hebben van studenten. Ja. Dat we daar als opleidingen echt wat mee kunnen doen. Heel veel studenten hebben het ook al gedaan, dus dat is super fijn. Ja, dus er is een paar keer doorgemaild naar studenten. Dus de meesten hebben het gedaan. En anders dan staan we hier met croissantjes, koffie en thee. Dus het werkt wel echt. Dat ze nu echt overtuigd zijn om het te doen. Okay. Waarom vinden jullie de Nationale Studentenenquête is? Op een mail die gevraagd werd. en wat 2000 euro wil winnen. Ja, oké. Okay. Ja. Dus is dat een motivatie voor jou om in te vallen? Ja, dat is een motivatie voor mij. Voor een croissantje. Ja, ik wil ook wel een beetje meer inspraak hebben in de opleiding. Ja. Maar ik vind het altijd best wel veel werk, zeg maar, om het te doen. Maar ja, dat croissantje is natuurlijk wel een extra goede was. Ik vind het belangrijk dat wij ook een beetje inzicht hebben. Wat er hier op school allemaal gebeurt. En dat mensen ook weten wat er gaande is. En dan kunnen ze dingen aanpassen als het iets goed is. Eigenlijk toen is het iets wat ik elk jaar eigenlijk wil doen al sinds dat ik hier op de opleiding zit. Dus dat doe ik al 4 jaar achter elkaar. Dus een beetje traditie. Omdat je een croissantje mee kan verdienen. En omdat ik belangrijk vind dat ik feedback kan geven voor de opleiding. Vind je dat echt zo? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dit is een beetje de verbinding tussen de docenten en de studenten. Ja. Dus daarom vind ik het belangrijk dat de docenten dat gebruiken. En hoe vind je het nu toe gaan? Vind je het leuk? Ja, makkelijk invullen. Ja. Nou ja, weet je, het duurt in principe niet zo heel erg lang. En in principe hoe meer mensen er aan meedoen, hoe betrouwbaarder het is natuurlijk. Ja. En natuurlijk vul ik hem ook zelf in. Dus doe niet zo moeilijk, vul hem gewoon even in, want het is uiteindelijk alleen maar voor jezelf. Nee. Heb je nou eigenlijk geen idee wie ik ben of wil je me iets beter leren kennen? Kijk dan even mijn introductiefilmpje. En gisteren heeft Michelle een WhatsApp op mijn phone laten zien. Dan kan je hier klikken als je dat wil zien. Abonneer op mijn kanaal als je nog meer wilt zien van ons. Doei! Wat wil mij onder kunnen?